Dit is Den Haag in 60 seconden. De Chinese eigenaar van ADO Den Haag gaat echt geld overmaken. Dat heeft hij aan de gemeente beloofd, volgens wethouder De Bruin. De gemeenteraad sprak gisteravond over de dreigende problemen bij ADO, omdat de Chinese eigenaar, Hui Wang, een beloofde investering van bijna 2 miljoen euro nog niet heeft voldaan. Het Kyocera-stadion in Den Haag is de komende avonden en nachten groen verlicht. De stroom hiervoor wordt opgewekt door een zonne-installatie met 2900 panelen. Trainer Henk Vrezer en ADO-speler Danny Bakker hebben de installatie gisteravond feestelijk in gebruik genomen. De panelen leveren jaarlijks genoeg stroom voor 200 huishoudens. Nog voor de zomer moet er in Duindorp ook overdag betaald worden voor het parkeren op straat. Nu hoeft dat alleen 's avonds en 's nachts. Met de nieuwe regeling hoopt wethouder Tom de Bruin tegemoet te komen aan de wensen uit de wijk. Inwoners van Duindorp zeggen op mooie dagen veel last te hebben van strandgangers die hun auto massaal in de wijk neerzetten. Dit was Den Haag in 60 seconden.